Hoe kijk je aan tegen duurzame ontwikkelingen in de sector? En wat betekent Coco Systems daarvoor voor de branche? Ik denk dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt in de branche. Je ziet het aan de toepassing van emissieloze gereedschappen, emissieloze kranen en andere voertuigen. De toepassing van natuurlijke materialen. Wij als Coco Systems produceren panelen uit gerecyclede materialen. Duurzame natuurlijke materialen in termen van ze gaan erg lang mee. En ze komen van hernieuwbare bronnen, zoals de kokosbuitennoot en de bamboe, de bamboeglassen. Daarmee produceren wij high-tech producten, klantspecifieke materialen die vele toepassingen kennen in de branche.